Lars Veldwijk, was dit nou typisch zo'n wedstrijd van de drie punten meenemen en het er dan niet meer over hebben? Ja, ik denk het wel, ja, want het was niet al te best vandaag, maar ja, de vorige twee wedstrijden hebben we de punten laten liggen en vandaag pak je ze op het laatst, dus dan is het zeker mooi. Extra lekker als die dan zo in de blessuretijd valt. Ja, zeker. We hebben uitbeun kregen we hem in de blessuretijd tegen en werden 2-2. Nou, om hier dan met 2-1 te winnen is wel mooi. Ja. Dat was een beetje een gekke wedstrijd, hè? Jullie komen vroeg op voorsprong. Laten we daar even beginnen. Overtreding op jou in de 16. Ja, het centrum was eigenlijk helemaal weggelokt en daardoor kwam een kleine middenvelder in mijn rug. Ze griepen om de bal en ik werd aangespeeld en ja, hij trok aan mijn shirt. Maar of het een echte penalty was, durf ik niet te zeggen, dat moet ik terugzien. Maar ja, daarna had ik er nog wel eentje moeten krijgen. Ondanks dat het misschien geen penalty was, maalde je daar niet om bij de eerste. Je dacht, laat ik hem er toch maar inschieten. Dan loop ik er nog wel één in op muren. Maar goed, die kwam gedurende de wedstrijd alweer langs zij. Ja, helaas wel. En, ja, het is jammer, maar hij heeft goed gespeeld en ja, we houden het spannend. Hadden jullie daar nog even contact over? Nou, hier tijdens de wedstrijd hebben we wel met elkaar gepraat, maar voor de wedstrijd hebben we geen contact gehad. En ja, we zullen kijken wie aan het eind bovenaan staat. Wat zeg je dan tegen elkaar tijdens een wedstrijd? Nou, in de rust stonden we even te praten op het veld en ja, hij zei dat ik rustig aan moest doen. En toen maakte hij de 1-1 en toen kwam hij naar me toe en zei hij, had jij dit verwacht? Ik zeg eigenlijk niet meer. Hij zegt, ik zelf ook niet, want we hebben de tweede helft geen bal gehad. Maar ja, het hoort erbij dus. In de tweede helft kreeg je nog een geel voor een show, hè? Ja. Ik weet niet waar ik heen moest lopen, maar de scheidsrechter dacht dat ik hem wel kon ontwijken. Maar ik botste vol tegen hem op. En ik keek ook helemaal niet voor een penalty en ik draai hem om en ik krijg opeens een gele kaart. Maar ja, de scheids was niet altijd de beste. Dat heb je dan ook wel eens. Jullie winnen, belangrijk in de strijd ook bovenin. Hè? Volendam staat nu op een flink gat. Jullie nestelen hier stevig in die top 5 en daar was het om te doen. Ja, zeker. Ik denk dat Volendam nu op 7 punten gezet met de wedstrijd minder. Dus dat is eentje minder waar we naar over te kijken. En ja, we hebben nog 5 wedstrijden te gaan nu. En maandag wordt weer heel belangrijk. Als je die wint, dan heb je echt een groot gat. Dus. Nog even over maandag. Ik zag je een beetje trekken benen in de eerste helft. Wat was dat? Ja, ik heb een mooi ei tussen mijn schemen en mijn kuit zitten. Dus ik moet snel herstellen voor maandag. Gaat dat lukken voor Almere City? Ja, zeker weten. Aan zijn pijnstiller erin.